leuk hier te zijn in de nieuwste lambiekbrouwerij van België. Welkom. Ja, het is een hele verrassing voor mij, sowieso. U bent in 2016 opgericht, komt niet uit een brouwersfamilie. Vertel eens het verhaal. Nee, we zijn echt... Het verhaal voor 2016 is eigenlijk een zot idee, zoals zoveel, dat we begonnen zijn aan een toog met wat vrienden die... Ja, we waren wat geus en kreek aan het drinken. En er was wel wat grootspraak bij, in de zin van, we kunnen dat ook en we kunnen dat beter. En dat was eigenlijk de kiem van de start van... van wat we vandaag eigenlijk zijn. Finaal zijn we met drie in bedrijf. Het zijn eigenlijk allemaal Joos. En we doen eigenlijk alles zelf met ons gedrieën. Dus, okay, van mooi. A tot Z, van brouwen tot bottelen tot reinigen, verpakken. De heuse stekerijen en de lambiekbrouwers van vandaag, hoe kijken ze dan eigenlijk naar jullie? Ja, vandaag is er echt een beweging in die lambiekbier. Veel nieuwe spelers, veel initiatieven die er zijn. Ik zou kunnen zeggen dat wij de eerste waren binnen die nieuwe generatie. En dan werd daar toch wel wat naar gekeken van alleen de nieuwe speler. Ja, zo wat benieuwd, misschien ook wat bezorgd van die gaan dat hier toch niet verknoeien, die een ambacht. Maar ondertussen hebben we zo'n vermarmd en we zijn lief van Hooral en je leert elkaar ook kennen, de producten en dat zit eigenlijk wel goed van mij. We zijn hier nu in de locatie waar je effectief niet alleen heuzen maakt, maar ook lambiek brouwt. Ja, absoluut. En daarvoor heeft hij uiteraard de koelschep nodig. Ja. Het is mij opgevallen dat hij daar in de lucht hangt, als het ware. Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk, als je lambiek brouwt, moet je een koelschip hebben. Ja. Maar we zaten daar wat vast qua logistiek. En we wisten net niet heel goed waar we dat moesten zetten. En eigenlijk de enige optie was om dat ergens in de hoogte te zetten. En dan hebben we dat effectief onder dak in de lucht hangen. En we zien vandaag dat dat wel zijn voordeel heeft, in de zin van je hebt maximaal contact met je buitenlucht. We moeten geen vensters openzetten, we moeten geen ventilatoren aanzetten. Dus, en de natuur kan zijn werk doen. Nu, ik ben eigenlijk super benieuwd naar jullie bier. Hè. Dus, voilà. Ik zie dat er hier een mooi kleurtje staat om te beginnen. Ja, dat is onze Black Bell. Dat is eigenlijk een fruitbier. Okay. En we gaan dat een keer proeven. Ja. Bretel was ons eerste product, maar het was niet onze eerste naam. Het was wel een zoektocht naar een goede naam en een naam dat we konden gebruiken. En na zo'n een brainstorm-sessie zijn we eigenlijk uitgekomen van goh, wat kunnen we doen? Het zijn willegisten, bretanomisten kunnen niks doen met bret. Bier is uiteindelijk vrouwelijk. We zitten vlakbij Brussel. Brussel. En dan dachten we, het is gewoon Bretel. Ah, en dan nice. Zeiden we eigenlijk in één naam. En als we Bretellen hebben, dan hebben we ook Chartelen. Ja, inderdaad. Heel tof, heel tof. Amai. Santé. Cheers on that, zou ik zeggen. Ja.